Mensen, welkom bij deze nieuwe video. Een nieuwe aflevering van Theeleuten. Ik heb geen theetje bij me, excuseer voor dit. En de zon komt ook lekker fel geschenen in mijn gezicht. Maar ik heb spannend nieuws. Het wordt een hele speciale week voor mij. En waarom? Nee, ik heb geen baard meer. Nee, dat is het niet. Ik vertel het gewoon na het intro. Zo, jongens. Kijk eens wat een licht hier binnenkomt. Ja, jongens, ik moest dat even een beetje af gaan schermen, het licht. Nee, het wordt een hele spannende week voor mij. En dat komt zo... Ik ga het jullie vertellen. Ik ben door ronde 1 heen van BNN. Ik heb me ingeschreven voor een talent day. Dus je laat je talent zien. Ik heb me ingeschreven voor cameraman / regie. Dus camera regie. En we hebben net gefilmd. Ik heb eigenlijk een paar dagen geleden gefilmd. Vrijdag. Ik heb vandaag gefilmd. Maandag. En ik ga morgenochtend om 7 uur 's ochtends filmen in een zwembad. Het is echt niet normaal. Het is echt heel gaaf. En we hebben echt hele leuke beelden geschoten. Ik laat jullie zo wat zien heel kort. Moment. Ik pak mijn camera. Waar is mijn camera? Hier is mijn camera. Hiermee heb ik gefilmd. Mijn lievelingscamera. De 60D. Voor de mensen die het willen vragen. Hier heb ik natuurlijk altijd mijn vlogs mee geschoten. Ik heb natuurlijk een handycam nu. Dat is deze geworden. Die is wat compacter en zo. Maar ik laat jullie wat beelden zien wat we hebben geschoten. Laat ik natuurlijk wel het mooiste beeld zien. Nou, bijvoorbeeld deze beelden hebben we geschoten van een fiets. Kijk. Je ziet het, hè? Kijk eens even. Ja, mooi wiel. Kijk eens. Nou, en zo hebben we dus een filmpje gemaakt voor BNN. En die, dat is, ik ga nog niet zeggen wat dat is precies, want ik wil dat nog aan jullie laten zien. Maar de bedoeling was dat wij een soort stunt gingen uithalen. En dat daar best wel leuke beelden bij geschoten zijn. En ik ben op zich wel heel tevreden over het resultaat. Ik laat je nog één shot zien. Eén klein kort shot. Even kijken, dat was deze. Die vond ik zelf wel persoonlijk wel een best wel redelijk shot. Daar komt hij hoor. Heel erg belicht, maar dat is hem. Oké, nou, dus dat wordt flink monteren voor mij. Het wordt flink aandacht besteden. En zaterdag moet ik naar Hilversum. En dan moet ik mijn video gaan presenteren aan BNN. Dus dat wordt spannend. Ja, wat ik nog meer heb meegemaakt is, ben ik gisteravond naar de première geweest van de Sinterklaasfilm. En heb ik natuurlijk wat foto's zijn gemaakt. En ik heb hier stonden wij op het podium. Ik laat je alles zien van een schermpje. Wat echt zo dubbelzinnig dit. Nou, als die heel kantelen mijn telefoon, dan laat ik het zien. Kijk, hier sta ik met Bram en Kevin. Kevin, zo, ja, hier. Even kijken, dan gaan we naar de andere kant. Dan sta ik met Randy samen. Ik zag er heel netjes uit, hier sta ik met Bram nog een keer. En Bram ken je misschien wel van Europa Park. Hij maakt die video's voor Europa Park. Hij deed dus ook mee aan onze film. En het is echt een geweldige jongen, net als de hele cast en crew. Echt, we hebben dagen gehad met stress, we hebben dagen gehad met lachen. Maar we hebben wel positieve dagen gehad. En dat is belangrijk. En de film heeft 58 minuten duurt die, echt lang. En jullie krijgen hem zeker op mijn kanaal wel te zien. Of eventueel nog beelden uit de film. Het wordt sowieso op internet gezet, dus dat maak je niet druk. Je gaat de film zien. Ja. Ja, ik heb niet zoveel te praten meer. Het was eigenlijk, sorry dat ik wat later ben met de video. Het was een beetje omdat ik druk ben met de opnames voor BNN. En ik helemaal geen video had voorbereid vandaag, excuus. Ik heb ook de hele week nog niks voorbereid. Dus ik moet eigenlijk een dag zitten dat ik lekker video's ga maken. En ook vandaag gaat dat heel lastig omdat ik moet monteren. En ik moet nog spullen doen. En ik moet nog een storyboard maken. En ik moet nog dingetjes gaan regelen voor morgen. En ach, jongens... En ik ga wel voor het eerst een GoPro gebruiken in mijn video's. Dat is wel heel tof. Onder water. Dus wat we gaan doen is heel bijzonder. En ja, laat zeker een like achter. En als je het een leuke video vond, vergeet ook niet te abonneren natuurlijk. Voor meer video's. Elke week hebben wij Theeleuten. Gaan we even babbelen met elkaar. Bespreken jullie wat er is gebeurd in de week en wat ik ga meemaken. En ik wil ook graag van jullie weten wat gaan jullie misschien. Gaan jullie ook wat spannends meemaken deze week? Laat het weten dus in de comments. En tot de volgende week met een nieuwe Theeleuten video. Doei doeg!